Verschillende parlementariërs hebben vandaag tijdens de voortzetting van de behandeling van het ontwikkelingsplan 2017-2021 hun bezorgdheid geuit over de onderwijssituatie in Suriname. Onder andere werden vragen gesteld over het onderwijs in het binnenland, het nieuw onderwijssysteem op de lagere scholen en de positie van leerkrachten. U hoort achtereenvolgens ABO-parlementariër Diana Poké en André Misikaba van de NDP. Wat ik wil meegeven aan de minister is dat we nu derde kwartaal, dus zeg maar eind van het schooljaar zijn. En we focussen ons op de resultaten. Maar vanuit deze plaats wil ik het ministerie meegeven dat we moeten beginnen vanaf nu. En als we kijken naar het schooljaar begint in oktober. Dus we moeten een traject bewandelen om daadwerkelijk die oplossing te brengen. Heer minister, als ik naar u heb geluisterd, dan is Brokopondo, Marowijne en een deel van Para Indigidigi. Als u niet concreet kan aangeven als hun ontwikkelingspremie in gevaar is. Maar we volgen de ontwikkelingen en vaak zijn geruchten in Suriname, berusten ze op een later tijdstip op waarheid. Dus ik vraag duidelijkheid van de minister betreft de ontwikkelingspremie van de leerkrachten in Marowijne, Brokopondo en een deel van Para. Daarnaast, voorzitter, is het ook de vraag. Ik heb het gevoel, en de minister helpt me, mijn zoontje die in de vierde klas zit, alsof die sommen moeilijker zijn geworden. Is het een systeem? Ik begrijp het niet. Want misschien veel ook de som. Vierde klas lagere school en ik heb problemen om die sommen te maken. En ik heb medelijden met mijn zoon. Dus de regering moet ons helpen wat het probleem is. Ja? En minister, neemt u tijd om ons uit te leggen wat het probleem is en hoe we eruit gaan komen. Maar something is wrong. Marinus B. vroeg aan de regering waarom rechten studenten met een bachelordiploma van het Instituut voor Bedrijfswetenschappen, IBW, niet worden toegelaten tot de masterstudies op de Anton de Kom Universiteit. U hoort minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneu. Maar vooral voor tertiair onderwijs, minister. Waarom? Omdat onlangs een aantal rechtenstudenten van IBW, die hun bachelorstudie hebben afgerond, worden geweigerd om hun master op onze universiteit te doen. Er is toe te laten om hun masterstudie te doen, voorzitter. Ik vraag via u, minister, interventie in deze, omdat ik heb begrepen dat zeker drie studenten brieven hebben geschreven naar u, maar ook de leiding van IBW. Alleen met rechten hebben ze probleem, want bij alle andere faculteiten worden ze wel toegelaten, die studenten. En wij vinden dat wanneer studenten op een erkende HBO-instelling hun studie hebben afgerond, ze toegelaten moeten kunnen worden tot onze universiteit. Het lid B heeft het over het tertiair onderwijs. En ik wil het lid B zeggen, terecht, er is een deel op de universiteit die wel toegelaten wordt. En die kwestie van bachelorrechten is nu op mijn bureau. Ik ga binnenkort praten met de voorzitter van het ADEC-bestuur. En ik ga kijken wat er in feite aan schort dat deze studenten geen toegang hebben. Maar in mijn conceptie, als je een bachelor hebt behaald van welke instituut dan ook en je wil een master doen, dan moet het sowieso mogelijk zijn. Tot zover de minister van Onderwijs en daarvoor ABO-parlementariër Marinus B. in de Nationale Assemblée. Hij sprak over het tertiair onderwijs. En zoals eerder gezegd, zag u ook minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.